altijd als ik play druk, dan voel ik alsof ik weer helemaal in een andere modus zit. Geen druk op je van je ouders of van je huiswerk of ja, van de slechte dingen die zijn gebeurd. Want Lavanya heeft een ernstig ongeluk gehad. Een bus is over haar arm heen gereden en daardoor kan ze die nooit meer goed strekken. Maar stoppen met DJ'en? Nou, nee. Het is zo'n drive voor mij omdat ik extra moet doorzetten. En ja, dan voel ik van, ik wil gewoon DJ worden, ook al is dit gebeurd. Onder de naam DJ Artifact is Lavanya volop bezig met nieuwe nummers. Ze wordt al veel gevraagd voor bijvoorbeeld feestjes en winkelopeningen. Je moet vooral goed opletten of de nummers bij elkaar passen. Dus dit is track 1? Dit is track 1. En dit is dan track 2. Oké. Dus deze twee nummers gaan door elkaar heen? Ja. Oké. En na het refrein komt plaatje 2. En nu zit plaatje 2 erbij? Ja. En nu zitten ze dus door elkaar heen? Ja. En als ik dit bijvoorbeeld doe? Ja. Dit is wel echt een DJ-gevoel, zeg maar. Ja. Vond het goed, hè? Dus dit is ook bijvoorbeeld hoe een hart wel wat doet? Ja, eigenlijk wel. Maar hij doet het dan veel uitgebreider met 4 van die multimedia spelers. Oké, dat is nog even een stukje moeilijker. Ja, nog een heel stukje moeilijker. Hardwell, Afrojack, Armin van Buuren, Martin Garrix. Nederlanders zijn met dance beroemd in de hele wereld. Sterren als Rihanna, Madonna en Lady Gaga willen met de DJ samenwerken. Ja, talent hebben is mooi, maar beter en beter worden is ook een kwestie van leren. Zo gaat Lavanya naar een DJ-school in Amersfoort. 1 keer per week krijgt ze daar les over van alles. Toonhoogtes, ritmes en hoe ze die kan mixen bijvoorbeeld. Salaat. Nog een keer. Merken jullie nou dat DJ worden steeds populairder wordt onder kinderen? Ja, absoluut. Er zijn meer kinderen die nu DJ willen worden dan dat ze profvoetballer willen worden. DJ is gewoon ontzettend hip. Je bent met muziek bezig, niet alleen met draaien, maar ook met tellen en met toonsoorten en dat soort dingen meer. Het is een soort van nieuwe muziekles. In Nederland zijn er nu zo'n 40 DJ-scholen en elke paar maanden komt er een nieuwe bij, omdat steeds meer kinderen DJ willen worden. Ongeveer 2 jaar geleden zijn we daarmee begonnen, omdat we daar vragen over kregen. Toen hebben we een lesprogramma opgezet voor kinderen, toen hadden we misschien 5, 6 kinderen. En toen hadden we ook nog 1 locatie, nu hebben we 3 locaties en nu merken we dat we in de week ongeveer rond de 30, 40 kinderen lesgeven. Maar ik denk niet meer dat het te stoppen is. De DJ's zijn de nieuwe popsterren. Hij is de nummer 1 van de wereld, DJ Hardwell. Hardwell heet in het echt Robert van de Korput. Hij is pas 26 en net als vorig jaar verkozen tot beste DJ van de wereld. Het afgelopen jaar verdiende hij zo'n 10 miljoen euro met zijn muziek. De agenda van Hardwell is helemaal gevuld met optredens. Zo draait hij de komende weken in Amerika, Canada en Rusland. Hardwell is nu in Nederland en Lavanya mag haar muziek aan de nummer 1 DJ laten horen. En hierachter zit Hardwell. Ja. Hoe voel je? Kriebels in je buik? Ja, heel erg. En wat verwacht je ervan? Ik verwacht wel dat hij aardig is. En ja, dat hij gewoon normaal is, net als ons. Oké. Ben je er klaar voor? Ja, heel erg. Ja, zullen we er binnen? Ja. Kom. Hey. Hallo. Ik ben Robert. Ik ben Lavanya. Gaat goed? Ja. Ik hoor dat jij mij leuke dingen gaat laten horen. Ja, ik hoop dat je het leuk vindt. Ik ben heel erg benieuwd wat je hebt gemaakt. Zullen we er naar gaan luisteren? Ja. Toen ik zo oud was als jij, maakte ik niet dit soort muziek al. Dat is echt, ik ben echt onder de indruk. Het is echt goed gedaan. Dank je wel. Ja. Wat voel je? Gewoon heel veel blijheid om me heen. Daarvan je wil uiteindelijk de nummer 1 van de wereld ook worden? Ja. Als dat kan. Als dat kan, inderdaad. Maar wat moet je daar allemaal voor doen? Het is vooral heel hard werken. Wat eigenlijk heel erg belangrijk is en wat je ook al doet, is je eigen muziek maken. Want ja, door je eigen muziek maken krijg je een eigen identiteit. Mensen weten dan naar welke muziek ze luisteren. Je krijgt er heel veel vragen naar. En vooral heel veel draaien. Of het nou kleine feestjes zijn of grote feestjes. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen je gaan leren kennen. En? Nou, ik heb Hardwell ontmoet. Ja, hoe voel je? Ik voel me echt heel erg blij en opgelucht, omdat ik van de zenuwen af ben. Ja, ik heb gewoon Hardwell ontmoet. Kick of niet? Ja, heel erg.
Maar waar zien we jou over 10 jaar? Ik hoop op een heel groot festival met duizenden mensen. Boksen die mijn oren helemaal kapot blazen. Dat zo hard moet de muziek staan.